Hallo allemaal, dit is mijn wekelijkse ascensiejournaal van 16 februari. Ik ben deze week begonnen met een ascensiejournaal nieuwsbrief. En daarin deel ik onder andere de ervaring van Marjolein Ingrid Solpursam. Zij schrijft dagelijks over wat de ascensie en de verhoogde trillingen die er zijn sinds eind december met haar doen. En zij beschrijft soms ook hoe groot die verhogingen zijn. En soms zijn het echt mega verhogingen. Zo heeft ze de afgelopen tijd meermalen geschreven dat het soms wel een miljard keer aan het verhogen was hoe de energieën zijn. Dus het is ook geen wonder dat zoveel van ons allerlei klachten ervaren. Van griepklachten, hartritmestoornissen, zwaktes, misselijkheid, pijnen, verkoudheden, ontstekingen, van alles en nog wat kan je ervaren. En omdat ik gewoon merkte dat ook bij Marjolein op de pagina zoveel mensen daarop reageerden en ik vond het zelf soms ook verhelderend, dacht ik van weet je wat, ik ga samenwerken met haar en we gaan het combineren. Ik publiceer haar berichten door in de nieuwsbrief. Daarvoor kan jij je aanmelden. En waar nodig vul ik dat aan met allerlei aanvullende informatie of tips wat je ermee kan doen. Of ik bevestig dat ik het vanuit mijn visie dat het inderdaad zo is met die enorme verhogingen. Maar we kunnen elkaar dus daarin versterken. En natuurlijk heb ik daarin ook afspraken gemaakt met Marjolein over hoe we dat gaan dingen aanpakken. En een van die dingen die ik ook ben gaan doen en die wou ik al gaan doen, is ascensiehealingen gaan aanbieden. En dus dat heb ik nu ook daarin verwerkt en daarin krijgt Marjolein van mij ook natuurlijk een deel commissie. Zij schrijft dagelijks wat, dat deed ze gewoon al sowieso. Maar omdat ik haar berichten ook opneem in het Ascensiejournaal en ik het waardevol vind, vind ik ook dat zij een deel van de healingen die daardoor ontstaan en die mensen dan voor zich opgeven, daar krijgt ze ook een stukje commissie over. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen waaruit blijkt wat mijn groei is geweest de afgelopen tijd. Ik ben steeds meer bereid te investeren. Bereid te investeren in andere mensen, in samenwerkingen, in mijn bedrijf, maar ook in mezelf. En ik begin dat met steeds meer gemak te doen. En dat is eigenlijk ook wel iets wat ik merk als een van de gevolgen van al die stijgende energieën. En ik deel dat met je niet omdat ik nou zo graag wil dat je hoort wat mijn verhaal is, maar dat je dan kan gaan nadenken over oké, wat is er bij mij eigenlijk allemaal gebeurd? Wat ervaar ik eigenlijk? En dat je misschien ook gaat zien waardoor het is ontstaan. Want zeker de mensen die hebben meegedaan aan de poortdaghealing van eind oktober en de poortdaghealing van eind december, die zullen merken dat ze nu, toch relatief gezien, veel sneller door de klachten heen komen. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg niet dat het licht is. Ik zeg dat het proces sneller gaat en efficiënter gaat. Als ik alleen al kijk naar wat ik sinds die tijd, sinds de healing van eind december heb gemerkt, dan is het dat ik veel sneller kan herstellen. Überhaupt al sinds de healing van eind oktober. Die poortdaghealing van oktober. Ik genees sneller. Ik herstel sneller. Ik kan sommige dingen op eigenhandig helen. Door me in open te stellen met het universum. En dan toch fysieke klachten genezen. Maar ook zoiets als laatst kreeg ik, dat gaf ik al aan. Werd ik in één keer toch wat grieperig. En dat ging in één keer razendsnel. Überhaupt die griep. Ochtends zat ik nog bij een afspraak. En moest ik nog dingen regelen. En daardoor liepen dingen niet goed, want dingen liepen verkeerd en liepen uit. En toen moest ik een afspraak met iemand afzeggen. En op dat moment moest ik nog zeggen, ja, het was om die en die reden. Maar nog geen kwartier later zat ik als een speer te rennen naar de wc. En moest ik enorm veel loslaten. Het was niet eens diarree, maar ik moest heel vaak naar de wc. En dat is waarop de griep bij mij begon. En dat zijn geen details waar je natuurlijk op zit te wachten. Maar het is wel ook een voorbeeld van hoe snel dingen in één keer kunnen kantelen en dat je dan dingen kunnen ontstaan. En in mijn geval was dat ontstaan omdat het net bij mij ontstaat vaak griep of verkoudheid als ik een keuze heb gemaakt om
me op een bepaald vlak toch meer te gaan uitspreken voor mezelf. Om mijn plek te nemen, om mijn podium te nemen. En soms bedoel ik dat niet eens letterlijk een podium te nemen, maar dat je toestaat om jezelf je eigen ruimte in te nemen. En ik heb gemerkt dat keer op keer als ik zo'n stap nam van ik verdien het podium, ik verdien dus mijn ruimte. Heel vaak heb ik daarna, de dag erna of zo, word ik verkouden of grieperig-achtig, iets in die stijl. En doordat ik ook een conversiestoornis heb al jarenlang, was dat in het verleden echt een reden om één aanval naar de andere te krijgen. Om heel zwak te zijn, om 2 weken heel blabber te zijn of 3. Maar dit keer had ik bijna geen last van mijn conversiestoornis. Omdat dat al is geheeld door die trauma healing van december. Grote stukken zijn daar opgeruimd. En het was nog wel zwaar. En die ademhaling ging bijvoorbeeld ook nog wel heel zwaar en diep. Maar ik voelde gewoon dat ik het proces moest gunnen. Ik moest daar niet in te veel in bemoeien. Zeker niet aan de gang gaan met inhalers. Ik mocht me wel ondersteunen met bijvoorbeeld iets van keelsnoepjes. Maar eigenlijk, energetisch met biogenesis met een methode. En met handacupunctuurpunten. Maar voor de rest mocht ik niks doen. Ik moest het gewoon uitwerken en zijn gang laten gaan. En normaal gesproken, als ik ga hoesten, dan ben ik na een paar dagen of een week of zo, begin ik enorm te snotteren en neusverkouden te worden. En dan kan ik echt in één dag hele pakken zakdoeken wegsnuiten. En echt zoveel komt er dan los. Maar dit keer was er bijna niks. Ik was wel af en toe wat aan het snotteren. Maar verhoudingsgewijs met andere keren stelde het niks meer voor. Ik vond het nog best wel zwaar en heftig, maar ik gaf me over. En ik deel dit met je omdat ik dus laat zien dat ook in de evolutie van de klachten die je kunt ervaren, die soms kunnen ontstaan doordat je bepaalde stappen neemt in je groei, dus dat je in je eigen ascensie stapt, daardoor kan je dus ook aan merken hoe ver je bent. Ik heb de afgelopen 4 jaar zo knetterhard gewerkt aan mezelf. Ik heb zo intensief gewerkt. Ik heb iedere maand wel minstens 1 healing ontvangen. En meestal zelfs wel meer dan 1. Want ik zijn ook meermalen maanden geweest dat er 2 waren. Of dat ik aan 2 dingen heb meegedaan. En ik heb natuurlijk met mijn moduleblokkades herkennen en hele toegepast op mezelf. Ik heb trainingen gegeven. Ik heb webinars gegeven. Weet je, al die dingen met elkaar gecombineerd. Ik gebruik het vergevingsgebed dagelijks. Of, hè, in het begin zelfs dagelijks. Nu tegenwoordig, maar wanneer het echt nodig is. Maar ik geef je daarmee aan. Ik heb echt heel veel geïnvesteerd in mezelf. Veel tijd, veel aandacht. Ook veel de tijd genomen om te gaan slapen en te rusten als ik het nodig had. Om een pauze te nemen als ik voelde dat het nodig was. Om mijn eigen meditaties te gaan doen als ik dat nodig had. Ik ben dus heel erg bezig geweest met mezelf verzorgen. En ik heb geïnvesteerd in die zorg voor mezelf. En dat vertaalt zich dus nu, na al die tijd, steeds meer terug. In dat ik ook qua gezondheid steeds verder vooruit kom. Iets wat ik jaren terug niet voor mogelijk heb gehouden. Maar dat ik nu nog maar heel zelden een aanval heb. En ik heb nu de afgelopen weken over de hele week verspreid. Ik werk ook op zaterdag en zondag, omdat je ook met je dagelijkse dagkaart en dergelijke ontkom je er niet aan. Of ik moet heel veel gaan doen op de vrijdag, maar dan wordt dat weer zo'n drukke dag. Werk ik toch inmiddels zo'n 40 uur per week. Terwijl dat in het verleden misschien 10, 15 uur per week was. Dus ik heb daarin een enorme stijging gedaan. Maar dat kan dus alleen, nogmaals, als je bereid bent te gaan voor het proces. En dat je beseft dat het een proces is. Ik had gisteren ook iemand aan de lijn. En die baalde er zo van, ja, ik wil dit doorbreken, maar het lukt me nog niet. Maar dat komt omdat je dus echt keer op keer op keer wordt uitgenodigd om je grenzen te stellen. Wat wil ik nu? Om te bepalen dat je je eigen mengpaneel mag verder bijstellen. Oké, ik had de schuiven nu zo gezet met mijn keuzes, maar bevalt dit mij wel? Of wat zit, kan er misschien nog beter? En dat je weer mag mengen en bijwerken. En langzamerhand ontstaat er een geheel dat veel harmonieuzer is.
en veel beter bij je past. En als dat gebeurt, dan zul je zien dat op heel veel vlakken van je leven ook de waarde gaat toenemen. Als ik kijk, ik kan soms gewoon rustig zitten en genieten in het zonnetje met mijn ogen dicht. Maar me zo rijk en gelukkig en tevreden en kalm voelen. Nou, dat zijn emoties die had ik 3 jaar terug niet. Toen zat ik nog volop in de ellende. En in de zorgen en in de vermoeidheid en in een gebrek aan vitaliteit en een gebrek van zoveel dingen. Maar mijn leven is er stap voor stap steeds meer in waarde toegenomen. En ook jij kan dat bereiken als je dat wil. Als je daarvoor wil gaan. Dus gun jezelf die kans. Gun jezelf die mogelijkheden om te gaan groeien. Als je maar beseft dat het een proces is. En dat iedere stap, hoe groot of klein die ook is, waardevol is en jou weer een stap verder mag helpen. Dus dat wou ik eigenlijk in ieder geval met je delen voor deze week. En verder is het ook zo dat ik ook merk dat al die verhoogde energieën echt zorgt voor ongelooflijke ontwikkelingen. Als ik bijvoorbeeld een voorbeeld mag delen van mijn jongste dochter. Die heeft vorig jaar, alweer het jaar daarvoor, een jaar mogen versnellen omdat ze hoogbegaafd is. En we zaten nu weer op zo'n punt aan het eind vorig jaar, begin van dit jaar. Dat alles weer veel te makkelijk werd en te saai werd. En dat ze niet wist wat ze moest gaan doen. En dat ze moeite heeft met de motivatie op te brengen. Maar er zijn hier ook in deze regio altijd eind januari, begin februari de open dagen voor de middelbare school. Ze zit nu in groep 7 en deels groep 8. Want ze doet ook al dingen op niveau van groep 8. Voor sommige vakken volgt ze al op dat niveau. Ze had al een heleboel vragen van ja, maar hoe gaat het dan op de middelbare school? Dan heb ik al... Volgend jaar krijg ik al rekenen op middelbaar schoolniveau. Maar hoe pakken ze dat dan weer op de middelbare school? Dus we zijn eigenlijk met die vraag naar de open dag gegaan. Om als te voelen welke scholen zijn er, hoe voelen ze, wat bieden ze eigenlijk. Zodat ze zich kan voorbereiden. Want Sjara is wel een kind die graag wat meer doordachte stappen wil doen. En soms echt wat meer controlegevoel wil hebben. En de ene school naar de andere kwam met de suggestie. Ja, maar waarom ga je niet versnellen? Waarom ga je niet nu al naar de middelbare school als nu alles zo makkelijk is? Dus we kregen dat in één keer als op een dienblaadje aangereikt als optie. Terwijl we niet eens wisten dat die optie er bestond. Dat je überhaupt kon overgaan van groep 7 naar de middelbare school. Als je niveau dat toelaat. En je ontwikkeling dat toelaat. En we zijn dus nu op dit moment in gesprek met school en een middelbare school van onze keuze. Om te kijken of dit inderdaad een optie is die nu het beste is voor mijn dochter. Maar het gaat allemaal zo mooi. Het wordt soms zo aangereikt. Maar daarna wordt soms ook in één keer weer gevraagd om toch even meer pas op de plaats te doen. Even meer die rust weer te pakken. Je mag echt sommige dingen heel gedegen aanpakken. Wetende dat je gesteund wordt. Optimaal gesteund wordt. En dat die steun echt soms mega sneller is. Soms al binnen een paar minuten, dat je denkt van wow, wat gebeurt me nu? En dat dingen enorm snel zich kunnen ontwikkelen. En dat het echt in één keer een rollercoaster is met z'n achtbaan. Weet je, dat je in één keer woetje woetje gaat. En dan gaat het even weer wat zo. En dan gaat het weer, weet je wel. Maar besef dat het zo is. En dat ook die rust tussendoor er even mag zijn. Om dingen weer in gang te zetten voor jou. Niet zozeer omdat jij het niet aan kan om sneller door te gaan. Maar andere spelers in het universum moeten ook meegaan met jouw snelheid. En moeten op jouw pad worden gebracht. En dus mag je dingen heel bewust en wel overwogen en heel doordacht gaan doen. En dat ben ik bijvoorbeeld op dit moment ook heel erg met mijn bedrijf aan het doen. Ik heb eindelijk meer de rust dat ik dat in stappen mag doen. In het verleden was echt van... Ik had vandaag het idee, ik moest er morgen zijn. Ik heb nog op sommige momenten echt dat dingen binnen 3 uur online staan hoor. Daar niet van. Dat ik echt weet door te pakken. Maar andere dingen gun ik mezelf meer het proces voor. Gun ik mezelf meer de tijd voor. En ik kan mezelf dat nu ook gunnen. Ook dat is een gevolg van die enorme stijgingen. Ik kan me dat gunnen. En dat is ook een hele belangrijke sleutel. Gun jouzelf je eigen proces. Als je dat kan doen, dan is dat enorm waardevol.
En ja, en zo is het op dit moment volop in ontwikkeling eigenlijk bij ons. En gebeurt er op alle vlakken van mijn leven wel enorm veel. Nou, behalve op liefdesgebied. Maar ook dat zal zijn reden wel hebben. Maar ja, mijn liefde voor mijn kinderen en mijn liefde voor mijn dieren, dat ligt hiernaast ook weer een kat, die is wel steeds aan het vergroten en het verdiepen. En ik heb mijn steun en ik krijg ook liefde terug. Ook van sommigen van jullie, dat je dan toch denkt met hele mooie, lieve reacties of lieve berichten. Dat je denkt van wauw, of hè, als jullie met me delen van wat iets voor jou heeft gedaan. Dat is zo waardevol voor mij ook, om dat te horen. Want daardoor ga ik ook steeds meer beseffen hoe waardevol alles wat ik doe al is. En daar ben ik jullie enorm dankbaar voor. En ik wou het graag voor deze week hierbij laten, want ik kan eigenlijk uren en uren en uren vol praten. Maar daar zit jij niet op te wachten. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende week. Daag!